Concrete. Yeah, yeah. Rotterdam. Ja, toch. SOS. Exodust. Ja, dat is het, hè. With Music is net uit, dat is mijn solo debuut ook. Ik heb gewerkt met een aantal mensen uit de scene die jullie wel kennen. GMB, Heineken, MOD. God's Rap eigenlijk gewoon. En M1 staat erop. En nog wat mensen eigenlijk, man. Ja, goed, je bent al heel lang bezig. Ja. Maar dit is dan toch echt het eerste wat echt uit van jou, van jou komt. Ja, man. Hoe moeilijk is het dan dat je met de gedachte loopt van oké, dit is nu pas mijn eerste ding. Ja. Ja, hoe ben je dan nog perfectionistischer dan dat je al was? Of? Ja, sowieso. Want je hebt zo lang gewacht, dus je wil het niet meer snel doen, weet je. Zomaar iets droppen. Je hebt zo lang gewacht, dus als je komt, dan wil je nu wel goed komen. Dus ja, in principe, ik vond het niet moeilijk of zo om ermee om te gaan. Ik ben gewoon de studio ingedoken. Ik heb aan tracks gebouwd. De mensen met wie ik aan die tracks heb gebouwd, wist ik van dat zit wel goed. Dus ja, in principe was het gewoon gaan. It's bigger than hip-hop. Deeper than hating the cops. I'm on the one to deadlist soon as this shit drops. It's obvious who killed Biggie and Pac. And it's obvious why Malcolm and Amilka got shot. It's obvious why they came for Marley and Thigh. So much things to say, so much things to do, so much things to change. It can start with me and you. We the future of tomorrow if we do it today. Maar ook een bijzondere samenwerking met Dead Press. Ja, klopt, klopt. Ja, man. M1 van Dead Press. Ja, in principe, ze moesten een tijdje geleden, een jaartje misschien alweer, nee, geen jaartje. Iets korter, stonden ze in Amsterdam met Bootcamp Click. En ja, omdat we die gasten van Bootcamp, die kennen wel. Steel staat ook op de mixtape van Eject. Dus waren we gewoon even backstage gegaan om even met ze te praten. Dead Press zat daar ook en ik had al het idee van als ik backstage kom ga ik gewoon even met ze praten. Even kijken als ze iets willen doen. Stick die kon helaas niet, die moest de volgende dag gelijk terug, had dingen te regelen. Maar M1 die zou nog een paar dagen blijven, dus ik heb ze de volgende dag opgehaald. Hij en samen met Umi. Ja, ik heb ze opgehaald. We zijn naar Rotterdam gereden, studio ingegaan. En ja, die track is er gewoon uitgerold eigenlijk, man. Ging dat helemaal vanzelf? Ging helemaal vanzelf. Ik heb ze opgehaald, ze zijn gekomen, we hebben gechilled. Beetje gerookt, iets gedronken, beetje met elkaar gesproken van hoe zie jij dit, dat. Ja, toen ging de beat aan. Ik had een paar beats waar ze uit konden kiezen. Ja, ze hebben de beat gekozen die het uiteindelijk is geworden dus. Daar hebben we die track op gebouwd. We hebben gelijk geschreven, gelijk opgenomen, teruggebracht naar Amsterdam, naar het hotel. Helemaal kapot teruggereden als ik ga slapen en volgende dag naar die track geluisterd. En ik was tevreden. Dus. Maar goed, jij komt daar backstage, zegt nou ik ben Concrete. Ja. En dan? Ja, ik zei ze gewoon, ik ben bezig met mijn album, ik wil jullie erop hebben. Ik volg jullie al een tijdje. Ik vind jullie ook gewoon heel dope. En ja, in principe, hun hadden gewoon zoiets van, ja, als je ons op komt halen, is geen probleem. En zo is het eigenlijk gewoon gegaan, man, gewoon gesproken. It ain't never gonna happen if we don't do it our way. They never listen to all the things we wanted to say. So we riding on the system, burning this mental prison. I thank God, cause I do it with the talent I was given. The preachers speak the words of God between the evilness he think. And I don't mess with religion, I go after my own feelings. Ik bedoel, als je kijkt naar wat jullie doen als SOS zijnde. Als je kijkt naar wat jij doet, als je kijkt naar wat Dead Press doet. Dus, Black Power is een belangrijk ding daarin. Doe, sterft dat uit naar jouw mening? Acts die dat die zich daarmee profileren? Ja, sterft dat uit. Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn wel mensen mee bezig, maar dat wil niet per se zeggen dat ze er misschien tracks over maken. Maar in principe, je hebt groepen als Dead Press dan, SOS. Immortal Techniek houdt zich ook bezig met de dingen waar wij ons ook mee bezighouden. Zo zijn er nog wel een paar groepen hoor, maar sterft het uit. Ik denk het niet in principe. Ik denk dat het altijd wel zal blijven. Al is het één groep, al zijn het twee groepen, ik denk wel dat het blijft. Je hebt het heel vaak ook over Amerika, hè? En ook vaak over het verleden. Ja. Ook in jouw geval hoor ik niet heel veel over het heden, nu bijvoorbeeld in Nederland. Want in Nederland zijn ook dingen aan de hand. Ja, zeker, zeker. Er zijn heel veel dingen aan de hand hier.
Ja, in principe. Kijk, Bush kan je zeggen is de president van de wereld eigenlijk. Hij is president van Amerika, maar in principe als hij iets wil, dan gebeurt het ook. En het maakt niet uit hoe hij het doet. Hij doet het zoals hij dat wil. En in principe heel veel dingen die ook in Nederland gebeuren, die komen gewoon daar vandaan in principe, weet je. Vandaar dat ik dus meer... Ja, niet eens zozeer meer. Ik praat wel vaak over Amerika, maar ik praat ook gewoon over het leven, hoe ik het zie en dingen die ik zelf ook meemaak. En de dingen die ik meemaak, maak ik mee in Nederland. Dus in principe, de situatie van de wereld is nou eenmaal zo. Als je nou in Amerika of Nederland bent, in principe is het gewoon hetzelfde. Want je hebt, ja, je hebt eigenlijk niks voor het zeggen. Ze willen alles voor je plannen en alles voor je doen. Zolang jij maar niet kan groeien als persoon zijnde, zeg maar, weet je. Dus ja, in principe maakt het niet uit waar je bent. Ja, het is gewoon zo. Het is gewoon hetzelfde. Weet je. Dus als jij je in die kistje laat zetten, ja, dan ga je erin blijven. Als je eruit wil komen, dan pas ga je zien hoe moeilijk het eigenlijk is, weet je. En dat zijn dus ook de dingen waar ik over praat. This that guerrilla warfare. Revolution time, I can feel it in the air. I walk with Holy Spirit, I can sense they're right here. God is in protection, they my bulletproof gear. Ja, in Rotterdam, de laatste heleboel om te doen, bijvoorbeeld het schaamverschoningsverbod. Ja. We zijn nu met vier mensen op straat, gewoon met elkaar zat te praten. Kan je gewoon een boete krijgen of worden opgepakt. Zeker, zeker. Dus ik bedoel... In Amerika wordt natuurlijk al bestempeld als een politiestaat. Maar ik bedoel, Nederland lijkt er ook steeds vaker naartoe te gaan. Ja, zeker. Sowieso. Waar ik woon, op Zuid, Rotterdam-Zuid. Als ik de straat uitloop, word ik gelijk gefilmd. Maakt niet uit aan welke kant. Want ja, er staan overal camera's. Dus ja, dat is ook zoiets, weet je. En dat is wel iets waar ik het dan over heb in mijn tracks. Dat je gewoon... ja, als ik door de buurt loop, maakt niet uit waar ik loop. Ik word gefilmd, weet je. Dus dat is best wel vervelend, want ja, ook als je met een biertje loopt of je staat ergens wat je zegt, je staat even met z'n vieren te praten. Misschien kom je elkaar net tegen, maar voor hetzelfde geld rijden ze net langs. Heb je wel een boete. In de ergste geval heb je geen legitimatie op zak, moet je nog mee ook. Ja, fuck de police, ik blijf het zeggen, ze kunnen me niks maken in principe. Zolang je maar weet wat je doet en waar je voor staat. En daarvoor ook blijft staan. Niet omdat hun het zeggen dat het niet meer gaat doen, nee. Je moet gewoon doen waar je zelf in gelooft. En de rest, ja, ze kunnen zeggen wat ze willen. Ja. Dat zijn nog steeds dingen die ik dagelijks meemaak, weet je. Zodra je op straat komt, zie je wel iets. Er gebeurt sowieso iets. Of er wordt iemand opgepakt. Of er wordt iemand tegen de muur aangegooid omdat ze denken dat hij een vuurwapen bij zich heeft. Wat helemaal niet zo is. Oké, soms is het wel zo. Maar de meeste keren is het niet zo. En dan sta jij misschien ergens een biertje te drinken. En jij wordt aangehouden en meegenomen, terwijl er om de hoek gebeuren er veel ergere dingen. Maar dat zien ze niet. Weet je, dus ja, dat is met die camera's. Ze zijn zich bezighouden met hele stomme dingen. Eigenlijk meer om geld binnen te halen, boetes uitdelen, weet je. Maar ze houden zich niet bezig waar ze zich mee bezig horen te houden eigenlijk, vind ik, weet je. I'm here to heal the wounded, the poor and the lost. I'm here to shine light into your hearts. Yeah, what? Exodus, El Jazeera right here on the mic. Je haalt ook veel helden aan, hè? Yeah. In je tracks, in je video's, optredens. Yeah. Yeah. Beschrijf eens een aantal helden die heel belangrijk voor jou zijn geweest, of het nog steeds zijn eigenlijk. Sowieso Amílcar Cabral, dat is de vrijheidsstrijder van de Capverdische eilanden en Guinea-Bissau. Hij is verantwoordelijk geweest voor de onafhankelijkheid van die twee landen. Vroeger was het één land, nu zijn het twee landen, Capverdi en Guinea-Bissau toen. Ja, in principe, voor mij is hij gewoon een held, want Capverdi was vroeger dus van Portugal. En dan weet je het wel, slavernij, alles erop en eraan. En hij heeft ervoor gezorgd dat het niet meer zo is. Vandaar dat ik het ook vaak over hem heb, want er zijn ook veel Capverdiaanse jongeren die nog nooit van hem hebben gehoord. En dat vind ik best wel jammer, weet je. Dus vandaar dat ik vaak over hem praat. Zo ook Malcolm X, Martin Luther King, Bob Marley is een hele belangrijke ook voor mij. Wat hij heeft gedaan en heeft kunnen bereiken met zijn muziek is gewoon een groot voorbeeld voor mij, weet je. En ja, zo zijn er nog meer mensen. Weet je, in principe gaat het mij niet om wie je bent. Het gaat mij meer om als jij mij kan overtuigen dat... Jij staat voor je ding. Als jij iets zegt, dan wil ik ook echt zien dat je het doet. En dat hebben al die mensen gedaan.
En ze zijn daar uiteindelijk ook allemaal stuk voor dood gegaan, weet je. Dus ja, dat is nog een reden om die naam levend te houden, weet je. Ja, daar doe ik het voor. Prophets in the dark, guided by the stars. Travel in silence, cause real dogs don't bark. They against who we are. Represent the red, the gold and the green, cause I'm a black star. Rebel soul, strong mind, the milker in his prime. I'm coming for what's mine. Seek and you shall find the truth in my rhymes. Believe knowing what they tell you, half of what you see. Peace on earth never existed and we never been free. Als je in 7 kijkt, zijn er dan nieuwe helden waarvan je zegt van ja, dat zijn mensen die ook voor een principe staan en daar alles voor over hebben? Ja, Dead Press bijvoorbeeld. Daar hebben we ook al heel veel meegemaakt. Zijn wij waren bijvoorbeeld verbannen een tijdje, die konden nergens optreden. Maar ja, ze zijn ook gewoon achter hun ding blijven staan, weet je. Maar ja, tegenwoordig is het moeilijk. Tegenwoordig heb je veel mensen. Kijk, weet je wat het is? Tegenwoordig worden leiders gekozen. Vroeger moest je een leider zijn, weet je. Dat is het verschil. Nu word je gekozen en dan is het van ja, oké, nu ben ik leider, wat ga ik doen? Maar vroeger waren die mensen gewoon leiders en ze namen die taak op zich. En ze haalden mensen bij elkaar en ze gingen die dingen doen. Nu is het van ja, je kan gaan stemmen, je kan dit doen, je kan dat doen. Maar sowieso, ze doen het niet meer voor de mensen, weet je. En dat is het verschil. Vroeger deden ze het voor de mensen. Nu is het meer van, ja, ik doe het. Omdat, ja, het kan niet anders. Of ik vul mijn zakken, of ik doe dit, of ik doe dat. Natuurlijk, er zijn nog steeds genoeg mensen die het doen gewoon, weet je. Voor de kas. En ja, dat is waar ik ook voor sta, weet je. Als ik iets doe, dan doe ik het, ja, dan doe ik het voor de mensen. Net zoals mijn muziek. Ik maak muziek voor mezelf, omdat ik dingen wil zeggen. Maar ja, uiteindelijk zijn het dingen die ik de mensen wil vertellen, weet je. Bushes been laden, he flew flames through the city. Bushes are dumb, weapons of mass destruction in this country. It's all about the money, a devilish plot, a vicious cycle, it gets bloody. Yeah, M.O.D., good looking. Yeah, tell me, tell me, tell me. Cause I wanna know, nigga. Ik heb ook een clip gemaakt. Ja. Ja, vertel daar, want hij is echt super rauw. Ja man, Guerrilla Warfare, check hem. Hij staat online op MySpace, Concrete of SOS. Ja, we stonden gewoon midden in het park gewoon, met bivakmutsen, fakkels en allemaal gekkigheid. Dus ja, precies wat je eigenlijk ziet in die clip, zo is het ook gegaan man. Dus ja, ik zou zeggen, ga hem gewoon checken, want ja, als je hem checkt, hij spreekt voor zich. Ik hoef daar eigenlijk verder niet veel over te zeggen, man. Geen last van de politie gehad? Nee, gelukkig niet. Geen last van de politie. Terwijl we toch als, laat me zeggen, als de politie was gekomen die dag, dan waren ze ook echt goed gekomen. Dan was er een hele SWAT-team gekomen waarschijnlijk. We stonden met een stuk of 20, 25 man, midden in de nacht in het park, muziek aan. Bivakmutsen, fakkels, overal rook, iedereen schreeuwt, allemaal gekkigheid. Dus als ze waren gekomen was het waarschijnlijk uit de hand gelopen, maar gelukkig was het een goede dag. Behalve op het einde, toen begon het keihard te regenen, dus iedereen naar huis.